message or the message God has for such a person. And in that line, in that regard, I would like us to open our mouth and ask for mercies and ask for forgiveness. Let's open our mouth and say, God, forgive me anywhere I've fallen short of your glory. Forgive me. Cleanse me with the precious blood of Jesus so that my heart will become as white as snow, ready to receive your word, because the entrance of your word gives life. Because the entrance of your word transforms life. Because your word is spirit. Father, we thank you. This is an opportunity you've given to us again to be in your presence today. We ask, O God, for forgiveness of our sins, because we are people ready to receive from you today. Father, we shall not live here the same in the mighty name of Jesus. Your word shall transform our lives today for the good in the mighty name of Jesus. We shall not remain the same. It shall not be business as usual in our lives. Today's service shall be filled. The presence of God shall be felt in the mighty name of Jesus. It shall be spirit-filled in the mighty name of Jesus. Father, we know every day we come into your presence, you have a message for us. You have something for us. And so, Father, with a humble heart today, we have come to receive of you that which you have in store for us in the mighty name of Jesus. And so, Father, we say today's service shall be a special service, a service where your presence will be felt, a service where your spirit will start with us, lead us through, and end with us in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we have prayed. Amen. Today's service. Shall we be upstanding for the opening hymn and praise and worship? Amen.
Jesus, thou art calling. Help me sing. Do not pass me by. Never pass us by. Amen. Are you ready to praise God this morning? Get up on your feet. Let's give God some praise this morning. Amen. Stop.
things are possible. Amen. Amen. Great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
To see my sin upon.
Vandaag wil ik een lied zingen voor de kinderen. And kindly join me if you know this song. En ik wil dat jullie mee gaan zingen als jullie het Jesus niet loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, all the precious in the sight. Jesus loves the little children of the world. One more time. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in the sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves all the little children. Jezus houdt van alle kleinkinderen. And as Mount Zion, we also love them. En als Mount Zion houden we ook van hen. And we bless God for giving this beautiful gift to us. En we danken God dat hij een goed cadeau voor ons heeft gegeven. And so we will pray for them once again. En willen we voor hen bidden. Shall we all bow our heads and close our eyes in prayers? Zullen we onze ogen sluiten en bidden voor de kinderen? Father, we thank you for these beautiful children. Vader, we danken voor deze prachtige kinderen. Thank you for giving them to us as a gift. Dank u wel dat u hen ons heeft gegeven als een geschenk. We are here this Sunday yet again. We zijn hier deze zondag alweer. We present this beautiful gift into your hands. Wij willen dit geschenk in uw handen zetten. We pray that you guide their path. We bidden dat u hun weg zegen. We pray that the sun shall not smite them by day. We bidden dat de zon hun niet smijt bij dag. And the moon will not smite them by night either. En dat de maan hen ook niet slaat op de weg. We pray that you build an edge of fire round about them. We bidden dat u een ring van vuur om hen heen doet. They will not be consumed by the things of the earth. En ze zullen niet opgegeten door dingen van de aarde. We pray that there shall be above and not beneath. En we bidden dat hun boven zullen zijn en niet beneden. We pray that they shall rise above their peers. En we zullen bidden dat hun boven hun ouders komen. We pray that in all they do they will prosper. En dat in alles wat hun doen dat hun goed zullen doen, Heer. We pray that you guide them each of every day of their lives. En we bidden dat u hen leidt in elke dag van hun leven. We pray that in their academics they will not fail. We bidden dat u met hun onderwijs ook niet zullen falen. We pray that they will be obedient even to their teachers and their parents. En we bidden dat hun zullen luisteren naar hun. And we pray that you be with these teachers. And we pray that you guide these teachers. We pray that you be with them in everything they do in the mighty name of Jesus. We pray that you cover them with your mighty hands. We pray that all they do, God, they will prosper. We pray that as they dedicate this time to teach these children every Sunday, God, we pray, oh God, that you settle them at the point of their needs in the mighty name of Jesus. God, we pray that when they call upon you, that you answer them speedily. We pray for your blessings upon them. And we also pray that the sun will not smite them by day, neither the moon by night. And we pray that you build your mighty arms around themselves and their families. We pray that evil will not befall them. We thank you, King of Kings, because we believe that our prayers have been answered. And we commit all what they will do this Sunday into your hands. God, we pray that they will listen and they will be obedient. They will be the hearers and the doers of your word, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the class today, we were introduced to the Holy Spirit. Hallelujah. We had a brief talk around that line. Now, at times, we receive some prompting, and we don't know what that thing is. All right. Yeah. We just want to introduce you to the Holy Spirit. We willen je graag introduceren door de Heilige Geest. We need to understand His place in our lives. En we moeten begrijpen wat zijn plaats is in ons leven. Yeah, He brings everything around us, our thoughts, our minds, our actions, in obedience to Christ. En Hij brengt al onze gedachten en de dingen in ons hart tot de gehoorzaamheid van Christus. And He helps us to know our inheritance in Christ Jesus. En Hij helpt ons te herinneren de erfenis die wij hebben in Jezus. Amen. Amen.
you are, when you don't know the way of the world, how can you run when you don't know the way of the Spirit? How can you fly when you don't know the way of the wind? The power at work in you, walking everything, oh, in obedience to Christ, walking everything in obedience to Christ. How can you walk when you don't know the way of the wind? At work in you, working everything, yeah, in obedience to Christ. Oh, working everything, working everything, yeah, in obedience to Christ. Bringing everything, bringing everything in your life, in obedience to Christ. Spirit, don't you know that in His arms is a key to eternal life? It's a little yes, and a little there, until the day He's gone, He's at work in you, working everything in your life, in obedience to God. The key to eternal life. It's a little yes, and a little day, until the day He's gone, He's at work in you, working everything in your life, in obedience to Christ, oh, working everything, working everything in your life, in obedience to Christ. Center of the kingdom.
School of the Spirit. Don't you know that innocence is the key to eternal life? It's a little, yeah, little, and a little day, little day. Until the day is done, he starts working you, working everything in your life in obedience to Christ. In obedience to Christ. In obedience to Christ. In obedience to Christ. Halleluja. Shall we give a clap offering unto the Lord? Zullen we klappen voor onze Heer? And also to the choir. Maar ook voor ons koor. We thank you for the lovely songs. En we danken ze voor de mooie liederen die ze gezongen hebben vandaag. And it's my prayer that we are not just listening to the melody of the songs. En ik bid dat we niet alleen maar luisteren naar de melodie. But we are allowing the words and the song. Maar dat we ook de woorden van het lied, van de liederen. To inspire us. Te ons inspireren. Yeah, we need total obedience to our Lord. Laten we gehoorzaam zijn aan onze Heer. Amen. Amen. First, I would like to thank the pastorate. En ik wil graag het pastoraat bedanken. For giving me the opportunity. Om mij de gelegenheid te geven. To share the word of God with you this morning. Om het woord van God te delen met jullie. I don't take it lightly. Ik neem dat niet licht op. So I thank you very much for the opportunity. Dus ik dank ze voor deze gelegenheid. Let us pray. Zullen we bidden? Father, we thank you for this morning. Vader, we danken u voor deze ochtend. We thank you, Lord, that you brought us under your feet. Dank u wel dat u ons heeft gebracht aan uw voeten. We ask, O Lord, that you empty us, O Lord. En we vragen dat u ons wil leegmaken. And fill us with your spirit. En u wil vullen met uw Heilige Geest. Minister to us in a special way. Bedien ons op een speciale manier. Let us not just be hearers of your word. En laten we niet alleen maar hoorders van het woord zijn. Let us also be doers of your word. Maar laten we ook de uitvoerders zijn van uw woord.
We just want to be inspired by the Spirit this morning. En we willen graag geleid worden door uw geest. We do not want to leave here the same. En dat we hier niet hetzelfde zullen weggaan. We ask that you bless us, Lord. En we vragen of u ons wil zegenen. That Father, when we are here again, we will have every cause to give you praise. Dat als we hier zijn, Heer, dat we alle redenen hebben om u te danken. This and many other things, Lord, we thank you for. En dank u wel, Heer, voor al die andere dingen waar we u voor danken. May your name be praised forever. En mag uw naam voor eeuwig geprezen worden. Amen. Amen. Let us say amen. En laten we nog een keer zeggen amen. So we thank God for a lovely morning. Dus we danken God voor deze mooie ochtend. And for the ministration. En voor de bediening. Sometimes when you're coming to church. Soms wanneer je naar de kerk komt. Yeah, there are many things on our minds. Dan zijn er soms vele dingen die in onze gedachten zijn. And we are in the church room. En dan zitten we in de kerkzaal. But our minds are somewhere else. Maar onze gedachten zijn eigenlijk ergens anders. Today. En vandaag. The word of God to us. Het woord wat God ons geeft vandaag. Is getiteld. Focusing on Christ for our promotion to the next level. Focus op Christus om om gepromoot te worden, om promotie te ontvangen voor het volgende niveau. So I looked for the meaning of focusing or focus. En ik ging kijken in het woordenboek wat de betekenis is van focus. And the Oxford Dictionary defines focus. En daar staat as having your attention. Dat focus is dat je aandacht hebt. Directed to what you want to do. Gericht op wat jij wil doen. With very clear aims or goal. Met hele specifieke doelen. I know most of us are scientists here. En ik weet een aantal van jullie hier zijn wetenschappers. Or academics. Of mensen die een academische achtergrond hebben. So if we look at this definition. Dus als we kijken naar deze definitie. It means that without an end goal. Dat betekent dat zonder een einddoel. You cannot be focused. Kan je geen focus hebben. If you remember the definition, als we nogmaals kijken naar de definitie, say, having your attention directed to what you want to do with clear aims or goal. Dat onze aandacht gericht is op een duidelijk doel. So without a goal, dus zonder doel, yeah, there's no focus. Is er geen focus. You cannot be focused. Kunnen we geen focus hebben? Do we have goals in life? Hebben wij doelen gesteld in ons leven? What is our priority? Wat is onze prioriteit? What do we put so much energy in doing? Waar stoppen we heel veel energie in? So first we need to understand a few things. Dus als eerste moeten we een aantal dingen begrijpen. Why we need to be focused. Waarom we gefocust moeten zijn. And ways to be able to improve our focus. En de manieren hoe we onze focus kunnen verbeteren. Without focus we can't do anything. Want zonder onze focus kunnen we niks doen. And for us to focus. En voor ons om te focussen. There are many things that we are told to do. Zijn er een aantal dingen wat ons wordt verteld om te doen? By career and life counseling coaches. Kan misschien carrière zijn of levens counseling. From our work, from our school teachers. Van ons werk of op school. But I'll highlight three of them. Maar ik wil drie highlights eruit pakken. The first one is to eliminate distractions. En het eerste is om alle dingen wat jouw aandacht weghaalt, weg te doen. You can imagine that, let me use driving and riding as an example. En laat ik het voorbeeld nemen van autorijden. And we know that whenever we are driving. En we weten wanneer we aan het autorijden zijn. One of the things that distracts us most. Een van de dingen wat onze aandacht ervan af kan halen. Can you tell me? Kan je dat me vertellen? Yes, thank you. Ja, inderdaad, onze telefoon. So this. Dus de telefoon distracts us a lot. Kan ons aandacht daarvan vandaan halen. One day I was driving. Op een dag was ik aan het rijden. And in front of me there was somebody on a scooter. En iemand voor mij die reed op een scooter. He had earphones plugged in his ears. En hij had zijn oordopjes in. And he was completely out of focus. En hij was totaal zonder focus aan het rijden. And I was just behind him. En ik reed achter hem aan. I just had to slow down. En ik moest af gaan remmen. Until he came back to his senses. Totdat hij weer bij zijn gedachten was. So this means. Dus dit betekent. That we need to be very careful about the things that distract us from being focused. Is dat we heel voorzichtig moeten zijn met alle dingen wat onze aandacht kan opeisen. Sometimes we are focused driving.
Soms zijn we gefocust om auto te rijden. We lose our focus. Maar we kunnen opeens onze focus verliezen. Then we miss our direction. En dan missen we onze richting. And what do we do? En wat doen we dan? Some of us want to get back to the destination. Dan gaan sommige van ons weer terug naar die bestemming. At the same time. Op datzelfde ogenblik. That you had planned originally. Dat we uiteindelijk hadden gepland. But you missed your focus. Maar je hebt je focus gemist. And you missed your direction. En je hebt je richting gemist. Means that you had to come back to the same road. Dat betekent dat je om moet keren naar diezelfde weg. It might take you some time. En dat kan misschien wat langer duren. But some of us want to cut across. Maar sommige van ons die willen een soort afsnijsel nemen. So we look for shortcuts. Dus we kijken naar een snellere weg. So why we don't have to even make a U-turn? Dus wanneer we niet een U-turn hoeven te maken. We make a U-turn. Dan maken we toch een U-turn. Where there's only one lane for a bicycle path. Wanneer er alleen maar één weg is voor de fiets. We go the other way. Dan wat we dan doen, dan gaan we de tegengestelde richting in. Why? Waarom? We want to get back to the route that takes us to our destination on time. We gaan terug naar de weg die ons toch opnieuw naar onze bestemming gaat leiden. In Christ there's no shortcut. Maar in Jezus is er niet zo'n snelle weg. We need to follow God's principles. Wij moeten Gods principes volgen. And make sure we are not distracted. En ervoor zorgen dat we niet afgeleid worden. And this is the reason why the environment we find ourselves is very important to keep our focus. En daarom is het belangrijk in het waar we zijn, de omgeving waar we zijn, dat we gefocust blijven. Why do you think that the speed limit in cities and towns is 30? Waarom denk je dat dat de limiet die we mogen rijden 30 kilometer per uur is? The highest is 50 kilometers per hour. En misschien hooguit 50 kilometer per uur. Because there are many distractions. Omdat er vele afleidingen zijn. And you need to be really focused. En we moeten gefocust zijn. It was very difficult for me when I started driving here. En het was moeilijk voor mij om hier in deze stad te gaan rijden. Bicycles. Er waren fietsen. People, mensen, trams, trains, treinen. It was so complicated. Het was zo gecompliceerd. But I needed to be focused. Maar ik moest leren om gefocust te zijn. So I did not get into trouble. Zodat ik mezelf niet in de moeilijkheden ging brengen. I have to be very careful about my environment. Ik moet voorzichtig zijn met de omgeving waar ik ben. Sometimes in Africa it is a funny one. In Africa is funny one. Als we kijken bijvoorbeeld wat er gebeurt in Afrika. There your distractions are goats crossing your streets. Dan zien we dat er vele afleidingen zijn, bijvoorbeeld in je straat. People selling by the roadside. En mensen verkopen bijvoorbeeld spulletjes aan de weg. Cattle coming from all angles. Of vee komt in één keer oversteken. You need to also be focused. Ook daar moet je gefocust zijn. So the principles are the same. Dus de principes zijn hetzelfde. Whether you are in Europe or you are in Africa. Of je nou in Europa bent of in Afrika. You need to eliminate distractions. We moeten verleidingen weghalen uit ons leven. So the environment is important. Dus de omgeving waar we zijn is heel belangrijk. Let's read Psalm 1 verse 1 to 2. We gaan lezen Psalm 1 vers 1. So that you don't say it is Frank who is saying this. Zodat je niet kan zeggen, oh, het was Frank die dit zei. The Bible says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. If you want to be distracted, then you can find yourself there. Als je afgeleid kan zijn, dan kan je jezelf vinden in dit vers. So one way to eliminate distractions. Dus een manier om verleidingen weg te halen. Is to avoid this. Is om dit uit de weg te gaan. Secondly, als ten tweede, apart from eliminating distractions, als we, naast dat we verleidingen moeten wegdoen, we need to prioritize our task. Moeten we ook onze doel, onze taak prioriteit geven. We've been giving lectures here sometimes to the new students. En we geven soms les aan onze nieuwe studenten. And we always say, en we zeggen dan altijd, do what is important and urgent. Doe wat belangrijk is en hou je daaraan. There can be something that is urgent but not important. Sommige dingen kunnen misschien urgent zijn, maar zijn niet belangrijk. And there are some important things that are also not urgent, right? En er zijn ook belangrijke dingen die niet altijd urgent zijn. We need to prioritize our time as Christians. En daarom moeten we onze tijd prioriteit geven. What do we spend most of our time doing as Christians? Waar spenderen wij als christenen onze tijd aan? Well, that's a question for you. Nou, dat is een vraag aan jou. And a question for me too. En natuurlijk ook een vraag voor mij. The third part.
Het derde gedeelte is meditation. Is meditatie. So if you remember, we've talked about eliminating distractions. Dus we herinneren, we begonnen met het wegdoen van verleidingen. Prioritizing our task. Onze prioriteiten stellen in onze doelen. And then meditating. En dan mediteren. So when we say you are meditating, what are we doing? Dus als we zeggen we mediteren, wat doen we dan eigenlijk? You are putting your thoughts and your mind to something. Dat betekent dat we onze gedachtes op iets zetten. But this is also where many of us get it wrong. Maar dit is ook een gedeelte waar velen van ons dan de fout ingaan. The solution is not in yoga or breathing skills. Want de oplossing daarvoor is niet yoga of andere dingen. We need something that will drive us. Maar we hebben iets nodig wat ons een drive geeft. And what should drive us as Christians? En wat geeft ons die drive als christenen? We learned this morning during the Bible studies. En dat hebben we eigenlijk ook al gezien gedurende de Bijbelstudie van morgen voor de dienst. The Spirit of God. De Geest van God. What is the Word of God? Dat ook het woord van God is. So we need to meditate on the Word of God. Dus we moeten mediteren of studeren op het woord van God. Let's read Joshua 1:8. Laten we lezen uit het boek van Joshua 1 vers 8. What does the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you would make your way prosperous, and then you would have good success. So what this means? Dus wat betekent dit vers? That if we want to move to our next level, als je wil gaan naar het volgende niveau, we need to meditate on the word of God. Moeten we mediteren, bestuderen het woord van God. Because when we meditate on the word of God, want wanneer we mediteren op het woord van God, we do the will of God. Dan doen we ook de wil van God. And when we do what God wants us to do, en wanneer we doen wat God wil dat we zullen doen, the Bible says our ways will be prosperous. Dan zegt de Bijbel dat onze wegen voorspoedig zullen zijn. And the Bible doesn't just say success. Of de Bijbel zegt soms ook wel succesvol zal zijn. It says good success. En hij zegt het is goed succes. Halleluja. Halleluja. But it means meditating is something that always has to be on your mind. Maar mediteren betekent ook eigenlijk iets wat altijd in je gedachten is. So what are the things that we should meditate upon? Dus wat zijn dan die dingen waar we altijd over na moeten denken? We can find the answer in Philippians 4:8. En we kunnen dat antwoord vinden in Filippenzen 1 vers 8. Philippians 4:8, are you there? Sorry, Filippenzen 4, vers 8. So, the Bible says. En dan zegt de Bijbel daar. Finally, brothers and sisters, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on this. So what are we supposed to meditate upon? Dus waar moeten we over mediteren? Anything that is pure? Alles wat puur is. Whatever is lovely? Alles wat eervol is. Whatever is of good report? Alles wat rechtvaardig is. And this is in the word of God. En dit staat in het woord van God. So we need to meditate upon the word of God. Dus daarom moeten we ons richten, ons focussen op het woord van God. Now we'll continue. Als we doorgaan. By trying to understand the 5 W's of how to focus. Als we ons richten op de 5 W's. So normally when you say the 5 W's, we are talking about what, why, when, where, how. Oké, okay. Nou in het Nederlands gaat het natuurlijk niet helemaal op. Maar de 5 W's in het Engels. Yeah. What? Waarom, yeah. Wat, yeah. En hoe, yeah. Wanneer en waar. Yes. So. If we are going to be focused, dus als je gefocust bent, then of course I've already told you why we need to focus. En natuurlijk heb ik je al verteld waarom we gefocust moeten zijn. What we need to focus on. En waar we op gefocust moeten zijn. Who you focus on. En op wie je focust. When. En wanneer. And why. En waarom. Okay. So why do we need to be focused? Dus waarom moeten we een focus hebben? Most of us are stressed because we're not focusing on the right things. Velen van ons die ervaren veel stress omdat we niet gefocust zijn. So the first point why we need to be focused. Dus het eerste punt waarom we gefocust moeten zijn. Is that we need to reduce our stress. Betekent dat we onze stresslevel naar beneden moeten brengen.
And most of our stresses are just based on our challenges. En vaak zien we dat we gericht zijn op onze uitdagingen. Our needs. Onze noden. Our past. Ons verleden. Our present. Ons heden. Our future. En onze toekomst. Some of these things worry us so much. Sommige van deze dingen hebben we het zo moeilijk mee en denken we zo vaak over na. And stress us out. En geven ons daardoor veel stress. Number two, why we need to be focused. Nummer twee, waarom moeten we gefocust zijn? Being focused gives us a positive energy and momentum to do the things that we would love to do. Wanneer we daarop focussen, dan zullen we zien dat we positieve energie ontvangen om ons daar zelfs voor meer voor in te gaan zetten. And because we then have the positive energy. En omdat we dan positieve energie hebben. It brings us to the third reason. Dat brengt het ons dan naar de derde reden. Which is becoming more productive. En dat is dat we meer productief gaan worden. You can only be productive if you are focused. We kunnen alleen maar productief worden wanneer we een focus hebben. And that's why sometimes our mothers we said they have special abilities. En daarom hebben onze moeders soms deze speciale mogelijkheden. Because they are able to still focus on multiple tasks. Want moeders hebben de mogelijkheid om te multitasken. And still execute it to perfection. En ze brengen dat tot een goed einde. Then the second, who are we focusing on? En dan als tweede, op wie focussen we ons? Are you focusing on the pastor? Focus je op de voorganger? Are you focusing on Frank? Focus je op Frank? Are you focusing on your children? Of focus je heel erg op je kinderen? Your colleagues at work? Of je collega's op werk? Or to impress your boss? Of een indruk te maken op je baas? Or the council members? Of de mensen van het bestuur? Of people in the same cell group with you. Of mensen, je vrienden die om je heen zijn. All these are good. Al deze dingen zijn goed. You can focus on your wife or your husband. Je kan je focussen op je vrouw, op je man. You know, you need to make them happy. En want weet je, we moeten elkaar blij maken, gelukkig maken. You can focus on your children. We kunnen ons focussen op ons kinderen. Although sometimes they can give you stress. Maar soms kunnen ze ook heel veel stress veroorzaken. But you need to continue to love them. Maar we blijven ze lief hebben. Even when they make you so angry. Zelfs als ze je heel boos maken. And even disgrace you. En zelfs wanneer ze je beschamen. Because of the love that you have for them. Maar vanwege de liefde die je hebt voor ze. You let it go. Laat je het gaan. But it's because we are focusing on Christ and not on them. Maar het is omdat jij je focus op Christus en niet op hun. Sometimes if we look at our children, the way they behave. Als we kijken soms naar onze kinderen en de manier waarop ze zich gedragen. I'm sure that some of us will not be able to stay there within an hour with them. Dan weet ik dat sommige van ons niet eens een uur met ze kunnen doorbrengen. But we always trust God to help us. Maar we vertrouwen altijd op God dat we dit kunnen doen. But let our focus be on Christ. Maar laat onze focus zijn op Christus. And not on people. En niet op mensen. Hebrews chapter 12 verse 2. Als we kijken naar het boek Hebreeën 12 vers 2. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. We have to look unto Jesus. We moeten op blijven kijken naar Jezus. If we look onto our problems. Als we kijken naar onze problemen. If we look onto our bosses. Of als we kijken naar onze baas. They will disappoint us. Dan zullen ze ons teleurstellen. Your husband will disappoint you. Jouw man, je echtgenoot zal je teleurstellen. Your child will disappoint you. En je kind zal je teleurstellen. Your fiancé will disappoint you. Je verloofde zal je teleurstellen. Your mother will disappoint you. En je moeder zal je teleurstellen. But God never disappoints. Maar God zal je nooit teleurstellen. So when we talk about the altar of our looking unto God, the altar of our faith. Dus als we kijken naar degene die ons heeft gemaakt en de voleinder van ons geloof. It means faith originates from Christ. Dat betekent dat geloof origineel komt van Jezus. And when we talk about finisher of our faith. En wanneer we zeggen de voleinder van ons geloof. We are talking about the perfecter of our faith. Dat betekent degene die ons geloof perfect maakt. He perfects everything. Hij maakt alles perfect. In the same vein, en op dezelfde manier, as we talked about who we are focusing on, op wie we dan focussen, we can also look at what we are focusing on. Dan kunnen we ook kijken op wat focussen we onszelf. Is it the work? Is het ons werk? Is it the car? Is het onze auto? Is it the school? Is het de school? Is it the house? Is het de huis? Is it the dress? Of misschien je kleding? The bag? Of sorry? The bag? The bag. The bank? Yeah.
matching outfits. Of je bent druk bezig of alles wat je aantrekt bij elkaar klopt. Marriage. Of misschien je huwelijk. Relationship. Je relatie. Some of us are just concentrating on our next holidays. Soms, sommigen van ons zijn al bezig om te bedenken waar we de volgende vakantie naartoe gaan. The holidays are splendid. En natuurlijk, vakanties zijn hartstikke goed. Yeah, excellent. Fantastisch. We need to plan them. En we moeten ze plannen. Yeah, they are good to focus on. En zijn, het is goed om op de vakanties te focussen. But that's not the first focus. Maar dat is niet de eerste focus. What does the Bible tell us? Want wat vertelt de Bijbel ons? Let's find the answer in Matthew 6:33. Laten we kijken in het boek van Matthäus 6, vers 33. Can we all read it together? Kunnen we het met z'n allen lezen? But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Can we read it one more time together? Kunnen we het nogmaals lezen met elkaar? But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. So all the things that we talked about. Dus alle dingen waar we nu over hebben gesproken. The Bible is telling us. Dan vertelt de Bijbel ons. God is telling us. God vertelt ons. He will give it to us. Hij zal het aan ons geven. But first. Maar als eerste. Seek the kingdom of God. Zoek het koninkrijk van God. So if you want promotion. Dus als je promotie wil. Should we seek our bosses? Moeten we dan op zoek gaan naar onze baas? No, that's not the first point. Nee, dat is niet het eerste punt. We need to cry out to the Lord. Maar we moeten ons bezighouden met de Heer. We need to concentrate on Christ. We moeten concentreren op Christus. Because that is only when other things fall in place. Want daarna zullen al die andere dingen op zijn plek vallen. The Bible did not say some of the things shall be added unto you. Want de Bijbel zegt niet dat sommige dingen ons op plek zal vallen. So if you have not borrowed the Bible, dus als je nog niet de Bijbel hebt gelezen, then you can underline all. Dan kan je dit onderstrepen waar het staat alles. When the Bible says all, it is all. Want wanneer de Bijbel zegt dat hij in alles voor je zal zorgen, dan is dat ook zo. Then the next one is when. En dan het volgende is wanneer. I hope you are still following. En ik hoop dat je mij nog steeds kan volgen, wat ik aan het doen ben. Why are we focusing? Waarom focus je? Who are we focusing on? Op wie focus je? What are we focusing on? En wat focussen we ons op? And now we are looking at when. En nu gaan we kijken wanneer. When should we be focused? Wanneer moeten we gefocust zijn? Does anyone know the answer? Weet iemand het antwoord? Thank you, Pastor. So Pastor said all time. Do you agree? En onze voorganger zegt altijd. So it means even in your sleep you should be focused. Dus eigenlijk ook wanneer je slaapt moeten we gefocust zijn. Do you agree? Ben je het met me eens? Well, so we don't want to say it is from pastor. So let's see. Joshua 1 verse 8. Dus we gaan niet op het antwoord van de voorganger, maar laten we kijken naar Joshua 1 vers 8. We just read it. En ja, daar zien we dat het goed is. It says dat het correct is. Of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Want daar staat, houdt het volk deze wetten steeds voor en denk er zelfs dag en nacht over na. So day and night means every time. Dus dat betekent altijd. So I think the answer is very clear. Dus ik denk dat het antwoord duidelijk is. And then the last part of the W's. En het laatste gedeelte van de W's die we behandelen. Is where should we be focused? Hij zegt, waar moeten we onze focus neerleggen? Where? Wanneer? Everywhere? Overal? Or there are some places that when we go to we become much more focused. Of misschien bepaalde plekken waar we naartoe gaan dat we meer gefocust zullen worden. If you remember when we started we talked about our environment. We herinneren dat we begonnen te praten in deze dienst over je omgeving. Affecting our focus. En dat je omgeving een effect kan hebben op je focus. Let's look at where. Laten we kijken naar waar. Psalm 84, vers 10 to 11. Psalm 84. For a day in your court is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. So what does this mean? Dus wat betekent dit? It means that we really need to dwell in the presence of God.
Het betekent dat wij echt moeten zijn in de aanwezigheid van God. Let's look at the verse 11 of this. En laten we ook kijken naar vers 11 van deze psalm. It says, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give you grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. So if you want to walk uprightly, then you need to situate yourself in the right environment. Dus als we als goede mensen willen wandelen, dan betekent dat de plek waar we zijn belangrijk is. You cannot expect promotion to the next level when you do not seek to be in the presence of God. We kunnen geen promotie verwachten als we niet verkeren in de aanwezigheid van God. And the presence of God can be the church. En de aanwezigheid van God kan zijn in de kerk. Can be in your fellowship. Of misschien samen wanneer je samenkomt. At your cell meetings. Of misschien in je Bijbelstudiegroep. Even in your closet. Zelfs wanneer je in je stille tijd bent. Anywhere you call your own altar. Overal waar jij je eigen altaar bent. Where you meet God. En waar je God ontmoet. Lastly. Ten slotte. How can we be focused? Hoe kunnen we onze focus hebben? As Christians. Als christenen. For God to take us to the next level. Voor God dat Hij ons naar het volgende niveau brengt. Here I want you to use the word focus. Hier wil ik graag dat we het woord focus noemen. And talk about five things. En waar we over vijf dingen spreken. That will help us to remember focus. En dat helpt ons om te herinneren wat de focus is. That as we do them. En als we dat doen. The Lord himself will help us to concentrate on him. Dan zal God ons helpen om ons te concentreren op hem. And move us to the next level. En ons te helpen naar het volgende niveau. First is faith. Als eerste is geloof. So the F, faith. Dus geloof. We already read Hebrews 12, 1 to 2. En we hebben al gelezen uit het boek Hebreeën 12 vers 1. But I want us to look at Hebrews 11, 6. Maar ik wil kijken naar Hebreeën 11 vers 6. So the Bible says, but without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and he is a rewarder of them that diligently seek him. So it means that if you really need to be closer to God, then you need to have faith. Dus dat betekent dat wanneer we echt dicht bij God willen zijn, is dat ons geloof wordt vermeerderd. You know, if you have faith, you can move the mountains. Want weet je, wanneer je geloof hebt, dan kunnen we bergen verzetten. Those of us who use the devotion this morning. Voor al diegenen die hebben meegelezen in het dagelijkse dagboek dat we delen. We're focusing mostly on faith. Dan zien we dat de focus daar ligt op het geloof. And for you, for your faith to build up. En om je geloof op te bouwen, you need to continuously read the word of God. Moet je het woord van God blijven lezen. And be in the presence of God. En in de aanwezigheid van God zijn. And do the word of God. En het woord van God uitvoeren. The second one, het tweede is, the O, is de O. Which is obedience. En dat is dus eigenlijk de G in Nederlands voor gehoorzaamheid. So if we want to be focused, we need to be obedient. Dus als we gefocust willen zijn, moeten we ook gehoorzaam zijn. Obedience draws us closer to God. Want gehoorzaamheid trekt ons dichter naar God toe. When we were kids, toen we kinderen waren, when it's time for Christmas, en tegen de tijd dat het kerst werd, we very much want to be very close to our parents, dan wilden we graag dicht bij onze ouders zijn. And put up our good behavior. En dan lieten we ons goede gedrag zien. Because that's the time you're going to get your rice and your chicken. Want dan wisten we dat tegen die tijd dat het kerst werd, dat we de cadeautjes kregen. So you need to be obedient. Dus we moeten gehoorzaam zijn. The same way here, en op dezelfde manier hier, when Christmas is approaching, wanneer kerst aankomt, you start, your children start asking you, dan vragen je kinderen soms, when I do well in school, what will you give me for Christmas? Wanneer ik me goed gedraag op school, wat krijg ik dan voor kerst? And they start suggesting Christmas gifts. En ze beginnen al wat suggesties aan je te geven. And you see that they become very close to you. En ze komen, je zal zien dat ze dichter bij je naartoe komen. And they become obedient. En ze worden heel gehoorzaam. Because they are expecting something. Want ze verwachten namelijk iets van It's je. It's the same relationship with God. En dat is hetzelfde in de relatie die we hebben met God. If you want to be in the presence of God. Wanneer we in de aanwezigheid van God willen zijn. If you want God to tolerate us. Als je wil dat God ons tolereert. Then we need to be obedient. Dan moeten we gehoorzaam zijn. Haggai 2:8. Dus we kijken naar Haggai 2:8.
we are talking about our children not being obedient to us because they need gifts. En wanneer we praten over onze kinderen die gehoorzaam aan ons zijn omdat ze een cadeautje verwachten. But who has all the gifts in the world? Maar wie heeft alle cadeaus in de wereld? The silver is mine and the gold is mine. Want God zegt het zilver is van mij en het goud is van mij. So if that is for the Lord, then we need to be closer to the Lord to be able to tap into this. Dus als dit van God is, dan betekent het dat we dichter bij God moeten zijn om te tappen uit deze rijkdom. So if we need our next level dus of promotion, als we promotie nodig hebben als ons volgende niveau, our next level in our relationship, of onze volgende niveau in onze relatie, next level in our academics, onze volgende niveau op onze academische uitvoeringen, we need to be obedient. Dan betekent dat we gehoorzaam moeten zijn. For the children, Ephesians 6:1 is clear to us. Want als we kijken ook naar Efeze. That children, we should obey our parents in the Lord. Ephesians 6:1. Efeze 6, vers 1. Says children, obey your parents in the Lord. Hij zegt kinderen, gehoorzaam je ouders. For this is right. Want dat is goed. You know, when we're talking about whatever is good. En wanneer we spreken over wat goed is. Whatever is pure. Wat puur is. Whatever is right. En wat rechtvaardig is. These are the things that should fill our minds. Dat zijn de dingen die onze gedachten moeten vullen. So we should always be filled with things that help us obey Christ. En daarom moeten we altijd de dingen vervuld zijn met de dingen die ons focussen op God. And that is why in James 1:22-25. En daarom zien we in Jacobus. We always say that we want to be what doers of the word. Zien we in Jacobus 1:22 dat we altijd de uitvoerders van het woord moeten zijn. And not just hearers only. En niet alleen maar hoorders van het woord. For us to be obedient, we need to do the word of God. Dus als we gehoorzaam aan God willen zijn, betekent ook dat we de uitvoerders van het woord moeten zijn. And the C is to consecrate ourselves. En dat we ons moeten reinigen voor Hem. So when we say consecrate yourself, dus wanneer Hij zegt reinig jezelf, we are talking about setting yourself apart for the Lord to use. Dan betekent dat we onszelf apart voor God moeten zetten om voor ons gebruikt te worden. So how many of us are setting ourselves apart for the Lord to use? Dus hoeveel van ons zetten onszelf apart voor God om gebruikt te worden voor Hem. We cannot do this with our own might. We kunnen dat niet vanuit onze eigen gedachten doen. We need Christ. We hebben Christus nodig. And that's why in 1 Peter 2:9. En daarom zien we in 1 Petrus. The Bible tells us that we are a chosen generation. Zien we dat in 1 Petrus 2 vers 9 dat wij een uitverkoren generatie zijn. We are a royal priesthood. We zijn een van koninklijk bloed. We are a holy nation. We zijn een heilige natie. You and I are special to God. Want jij en ik zijn speciaal voor God. Let us therefore cast our eyes on Christ. Laten we daarom onze ogen gericht houden op Christus. The fourth one. En de vierde punt. Is being unrelenting, not giving up. Betekent dat we niet op moeten geven. You know, when we look at the story of Job. Als we kijken naar het boek en het verhaal van Job. Most of us are very much encouraged by that book. Worden velen van ons bemoedigd door wanneer we dat boek lezen van Job. And motivated by it. En worden we gemotiveerd. We are inspired by it. Worden geïnspireerd door dat boek. I'm not sure I would have been able to do what Job did. Ik denk niet dat ik zou kunnen doen wat Job heeft gedaan. The sufferings that he went through. De moeilijkheden die hij doormaakte. Even the wife asking you to curse God and just die and go. Zelfs zijn vrouw zei tegen hem: vervloekt God en sterf. But Job. Maar Job was unrelenting. Gaf niet op. He did not give up. Hij gaf niet op. Don't give up. Geef niet op. Frank, I shouldn't give up. Frank, ik moet niet opgeven. Even when it's difficult. Zelfs wanneer het moeilijk is. Because my eyes are not set on the problem. Want mijn ogen zijn niet gericht op het probleem. My eyes are set on the solution. Maar mijn ogen zijn gericht op de oplossing. And the solution. En de oplossing is Christ. Is Christus. Halleluja. Halleluja. The last one. Het laatste punt is being spirit-filled. Is om geestelijk vervuld te zijn. So if you remember, we are talking about how to be focused. Als we herinneren, dan spreken we over hoe we gefocust kunnen zijn. We talk about F for faith. En we zeiden geloof. O for obedient. En de O van de G van gehoorzaamheid. C for being consecrated or being set apart. En jezelf apart zetten. U for being unrelenting. En niet opgeven. And the last one is being spirit-filled. En het laatste is dat we geestelijk vervuld zijn.
There are some Bible verses that I will ask you to write down. En er zijn een aantal Bijbelversen die ik vraag aan jou om even op te schrijven. Exodus 31 vers 1 tot 3. Exodus 30 vers 1 tot 3. Exodus 31 1 tot 3. En Exodus 31 vers 1. Acts 2 vers 4. Acts 2 Handelingen vers 2 vers 4. And the last one is Ephesians 5 vers 18. En de laatste is Efeze. Let's read Ephesians 5:18. We lezen Efeze 5 vers 18. And the Bible tells us, and do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit of God. Hallelujah. Drink niet te veel wijn, want daardoor verlies je de controle over uzelf, maar wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Let's read Acts 2:4. En we lezen ook Handelingen 8. We always talk vers about 4, this because this 2, was on, vers 4. On the day of Pentecost. This was on the day of Pentecost. En dit was op de dag van Pinksteren. When the Spirit of God filled them. Wanneer de Geest van God hun vulde. And they started hearing each other in their own languages. En begonnen mensen te horen in hun eigen taal. So, if we are spirit-filled, dus wanneer we geestelijk vervuld zijn, that will help us to be focused. Dan helpt ons dat om gefocust te zijn. Because the Spirit of God will only bring right things in our lives. Want de Geest van God zal alleen maar goede dingen in ons leven brengen. Take evil things out from our lives. En haalt de slechte dingen van ons vandaan. It's my prayer that even as we go into the week, en dus daarom mijn gebed wanneer we deze week ingaan, we'll remain focused, dat we gefocust zullen zijn, and our focus will be on Christ, en dat onze focus op Christus zal zijn. We'll have the faith. En dat we het geloof hebben. We'll be obedient. Dat we gehoorzaam zullen zijn. We'll set ourselves apart for the Lord. En dat we onszelf apart zullen zetten voor God. We'll not give up. En dat we niet op zullen geven. And we'll ask the Spirit of God to be at work in us. En dat de Geest van God zal werken in ons. And I'm sure there will be testimonies en next ik weet week by this zeker time. Dat er getuigenissen dan zullen komen. May the Lord be blessed. Dat de Heer gezegend mag zijn. Amen. Amen. Praise the Lord. Prijs de Heer. We want to say thank you to Pastor Frank for this beautiful message. En we willen Pastor Frank bedanken voor deze mooie boodschap van vandaag. So before I go into the announcements. En voordat we gaan kijken naar de aankondigingen. I want to apologize on behalf of my little brother. Wil ik mijn verontschuldigingen aanbrengen namens mijn broer. He was a little bit frustrated. Hij was een beetje gefrustreerd. So I was on slack on him. Dus laten we geduld met hem hebben. Okay, so we want to welcome you to Parents Mount Zion. En we verwelkomen je vandaag in deze kerk, Mount Zion. If it's your first time worshiping with us. En als het de eerste keer is dat je hier bent. You're welcome. Dan ben je van harte welkom. The ushers will come to you and give you a form and you can share any information you want to share with us. En de gastvrouwen zullen langskomen met een formulier waar we vragen om dat in te vullen. Also on the screen apparently. You will have more information about our weekly activities. En op het ons bord zien we onze wekelijkse activiteiten verschijnen. And for the new people. En voor de nieuwe mensen. The pastors will have a short meeting. It will take like 5 minutes to have a chat with you. Wil onze voorganger graag met 5 minuten even met je praten. So. Next week Sunday. Volgende week zondag. There will be a fellowship after the service. Zal er een samenkomst zijn na de dienst. For the men. Voor de mannen. We also for all the new students of the IHG NTU Delft. En voor alle nieuwe studenten die studeren aan de IHG en TU Delft. And the immediate past students, sorry. En de studenten die klaar zijn. Please wait after the service. There will be a meeting with the church council. En we willen jullie vragen om even na te blijven, zodat we wat dingen kunnen bespreken met het kerkbestuur. Next week, the 30th of September. En volgende week op 3 september, 3 oktober. 11:45. Om 11:15. There will be evangelism. Sorry, om 11:45 zal er op zaterdag, dus zaterdag 30 september zal er evangelisatie zijn.
We will meet in front of the church. En we komen dit keer, verzamelen we hier vooraan bij de kerk. So why are we doing this? En waarom doen we dit? Of course also to, you know, proclaim the word of God. En dat is natuurlijk als eerste om het woord van God te verkondigen. But also 14th of October. Maar ook omdat we op 14 oktober... There will be a community hangout. Zal er een tijd zijn van gezelligheid. Where we as parish will meet the neighbors. Waar wij als kerk de buren willen gaan ontmoeten. So we'll meet the people around. We have some talk with them. We eat with them. Drink some coffee with them. En dus de mensen die om ons heen wonen of de mensen die we ontmoeten op de straat... willen wat koffie of thee met ze drinken, iets lekkers. So we use this evangelism. Dus we gebruiken daarom deze aankomende evangelisatie. Also to invite these people and bring them along the 14th of October. Om deze mensen uit te nodigen voor 14 oktober. So we'd also like to invite all of you to come this 14th of October. En daarom nodigen we ook tegelijkertijd jullie allemaal uit op 14 oktober om hier dan bij aanwezig te zijn. Because the more people, the better, of course. Want natuurlijk, hoe meer mensen, hoe beter. Okay. So let's close as we have our offering after. Dus laten we afsluiten en als onze collecte geven. Heavenly Father, we want to say thank you. Hemelse Vader, wil u zeggen dank u wel. Thank you for this service. Dank u wel voor de dienst. Thank you for the privilege, oh God, to be in the church. En dank u wel, Vader, dat we het voorrecht hebben om in de kerk te zijn. Thank you that we can be gathered here as a group. En dank u wel dat we hier samen kunnen zijn als groep. I want to say thank you because we know that in other countries and other lifestyles, look at this, is not possible. Want Vader, we weten dat er in zoveel landen dit niet mogelijk is om samen te komen. Help us, oh God, to remain focused. Help ons, Heer, om gefocust te blijven. In every situation we're going through. En elke situatie die we ook doormaken. That we'll always still seek you, oh God. Dat we u altijd zullen blijven zoeken, Heer. Because we know if we remain focused. Want we weten wanneer we gefocust blijven. We will get through this with you, oh God. Dan zal u ons er doorheen helpen, Heer. Father, lead us as we go out this morning. Vader, help ons ook als we uitgaan deze dag. Protect us. Bescherm ons. For every form of transport we go home with, please cover us with the blood of Jesus. En met elke vorm van transport waar we mee ook gekomen zijn, we bedekken dat met het bloed van Jezus. I want to say thank you. We wil zeggen dank u wel, Heer. We love you. We houden van u, Heer. For in Jesus' name we have prayed. In Jezus' naam hebben we gebeden. Amen. Amen. De zon, in de naam van de geest, voor uw troon zijn wij gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. Vleugels mee, heel de wereld zien.
Praise the Lord. Prijs de Heer. Are we blessed this morning? Zijn we gezegend deze ochtend? Praise God, I'm blessed. Wees prijs God en wees gezegend. We're going to be closing this service today. We gaan afsluiten deze dienst. So if you don't mind, you can stand or you can sit down. Dus als je het niet erg vindt, dan kunnen we opstaan. I just want you to begin to appreciate God. Ik wil graag dat we God gaan waarderen. For what he has done in our lives. Voor wat hij heeft gedaan in ons leven. For giving us opportunity. Om ons de gelegenheid te geven. To do what we have been doing. Om te doen wat we aan het doen zijn. Sometimes, want soms we are distracted, zijn we afgeleid. But we know, maar we weten that the Lord we serve, dat de God die wij dienen loves us, van ons houdt. He will show us the way. En hij zal ons de weg laten zien. If we have been distracted in one way or the other, als we afgeleid zijn op een of andere manier. Even at this point, zelfs op dit punt. Let's begin to ask God, laten we God dan vragen. Bring me back to the right direction, breng oh me terug op de juiste richting. Where we have missed the way, waar ik weg heb gemist. Father, bring me back, Vader, breng me dan terug. To the right direction, op de juiste weg. And if you are looking for a way right now, you have missed it. En als je op dit moment zoekt naar die weg waar je misschien verkeerd bent ingeslagen. Begin to ask God for vraag the God way. Dan, wat is de juiste weg? Father, show me the way. Vader, laat me alsjeblieft de weg zien. Show me the way. Laat me de weg zien. I've missed it. Ik heb het gemist. Where am I missing it? Of waar heb ik de verkeerde afslag genomen? Show me the way. Laat me de weg zien, Heer. Bring me back to the right path. En breng me terug op de juiste weg. Shall we begin to ask God? Zullen we God vragen? Where we are right now. Waar we zijn op dit moment. May not be where God wants us to be. Dat is misschien niet de plek waar God wil dat jij zal zijn. But because we are focusing on him. Maar omdat we ons focussen op hem. Let's ask him to take us to our destination. Vraag, laten we God vragen om ons te brengen naar onze bestemming. We all have destiny. We hebben allemaal een bestemming in het leven. And God has made that destiny in our lives. En God heeft die bestemming gemaakt in ons leven. Without journey, there can be no destination. You can't reach the destination. En zonder een reis kunnen we onze bestemming niet bereiken. Let's ask God to take us on a ride. Laten we God vragen om ons mee te nemen. That we enter into the boat of Jesus Christ. Dat we gaan in de boot waar Jezus is. To take us in the right direction. Ons op de juiste weg te brengen. Where we are missing it. En waar we het missen. Father, take me to the right place. Vader, neem me en leid me naar de juiste plek. I don't want to miss heaven. Ik wil de hemel niet missen. That is our destination. Want dat is onze bestemming. In the journey of my life. In de reis van mijn leven. I don't want to miss it, oh God. Wil ik het niet missen, Heer. I want to be with you. Ik wil bij u zijn. Let's cry for Jesus for help. Laten we tot Jezus uitroepen voor hulp. It dawned on me that somebody here is being hurt. En het komt in mijn gedachten dat er iemand hier is die heel veel pijn doormaakt. It's been disappointed. Teleurgesteld is. By something or by somebody or door some people. Door iets of door iemand. Or situations. Of misschien de situatie waarin je verkeert. But today is your day. Maar vandaag is jouw dag. The joke is over. Het is voorbij. Because you are in the presence of God. Want je bent in de aanwezigheid van God. Let's ask God, Father, save me from this situation. En laten we vragen, Vader, red mij van deze situatie. Sometimes we are being stressed or distressed. En soms zijn we gestrest of maken we een gestressvolle periode door. But that Philippians 4:8. Maar als we kijken in Filippenzen 4 vers 8.
There are many beautiful things God has done in our lives. Dan zien we dat er veel mooie dingen zijn die God heeft gedaan in ons leven. God has brought us thus far. En God heeft ons tot nu toe zo ver gebracht. Ask God to help me to focus on the things you have done in my life. En laten we daarom God vragen, help me om te focussen op de dingen die U heeft gedaan in mijn leven. And begin to thank you. En laten we God daarvoor gaan danken. And begin to meditate on those things en God laten has we done. Nadenken over die dingen. And the things he's about to do. En de dingen die Hij gaat doen. Begin to thank him for that. Laten we God daarvoor gaan danken. I know Satan may be telling you, look at where you are, your situation. En ik weet dat Satan kan jou misschien allerlei dingen vertellen van kijk naar je situatie of wat er gebeurt. But God has done a lot in your life. Maar God heeft al zoveel dingen voor jou gedaan. Meditate on those two wonderful things. Denk over die dingen na. You have a wonderful future. Je hebt een fantastische toekomst. Don't let anything say otherwise. Laat niks anders jou weerhouden. And so, Father, we thank you. En zo, Vader, willen we u danken. As we meditate in your words. Wanneer we nadenken over uw woord. As we meditate in how you have brought us thus far. En hoe we ons richten, hoe ver u al ons heeft gebracht. As we meditate. Wanneer we ons richten. On the shelter we have. Op de bescherming die we hebben. As we meditate. Wanneer we nadenken. That each day we sleep and wake up. Dat we elke dag naar bed gaan en weer wakker worden. As we meditate. Als we nadenken. That wherever we go, you are with us. Dat waar we ook zijn, dat u bent bij ons. As we meditate. Wanneer we nadenken. That even in difficult situations. Dat zelfs in moeilijke situaties. You come forth for us. Komt u, helpt u ons. I just want to meditate on those things. Ik wil nadenken over deze dingen. And Lord, I thank you. En Vader, ik dank u. You have been so gracious to all of us. Dat u zo vol genade bent naar ons. As we go today. Als we gaan vandaag. Help us to prioritize our way. Help ons dan om prioriteiten te stellen op onze and weg. The things we do. En de dingen die we doen. And know that you are the all and all. En wetende dat u ons alles bent. Help us and guide us. Help ons en leid ons. In the right path of our lives. Op de juiste wegen van ons leven. In Jesus' name. In Jezus naam. Shall we share the grace in the fellowship? Zullen we de genade samen bidden? May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, God's goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Please put that Philippians 4. Yes. Shall we say this one? And we gaan afsluiten met de tekst uit Filippenzen 4, vers 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. God bless you. God zegen. Zou je nog even de Nederlandse vertaling erop willen zetten, Frank? Dankjewel. Okay, the Dutch version, please. Now, go ahead. Nou, broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Amen. Amen.